Welkom weer bij het programma In een Stad. Nou, als er wat te doen is in de stad, dan zijn wij erbij. Nou, vanavond gaat er in Carré iets bijzonders gebeuren. Ik sta hier naast Henny Vrienten. En die heeft een heel mooi initiatief bedacht. Volgens mij waar hij al jarenlang mee bezig is geweest. Maar vanavond gaat het uiteindelijk gestalte krijgen. Er gaan hier allerlei gitaarjongens optreden. Ja. De gitaarjongens. Vanavond zeg maar de première. Het is eenmalig. Ja. Henny, wat heb jij met de gitaar? Ja. Wat heb ik niet met de gitaar? Ik heb heel mijn leven al vanaf mijn 11e heb ik zo'n ding op schoot. En iedere vrije seconde mijmer ik op dat ding. En soms komt er iets moois uit, soms iets lelijks. En ja, dat is een verbintenis die nooit overgaat. En het mooie is, en daarom heet het ook gitaarjongens. Er staat een aantal legendarische mannen van ver boven de 60. Ja, want ik wou zeggen, want jij wordt volgens mij ook binnenkort 65. Ja. En ja, je bent geen jongen meer. Maar voel je toch, als je uiteindelijk die gitaar op schoot neemt, voel je dan een beetje een jongen? Verandert het je? Ja, dat is wat er gebeurt. Als je een gitaar om je nek hebt en onder een bepaalde spanning, dan voel je je gewoon zoals je 20 was toen je daar stond. Ja. En wat mij opviel bij de repetities, en dat is ook heel bijzonder, dan staat daar een man te soleren en die kijkt je aan en die blijheid en gretigheid, zo kijken mannen elkaar nooit aan. Nee. Dat is echt, ja, het is een ik heb het eerder gezegd, het is een paspoort naar een andere wereld, maar vooral ook naar de speelwereld. Ja. Naar welke wereld geeft dat paspoort dan toegang? Nou ja, ik kom uit Tilburg en ik kom uit... Misschien lopen we even vast die kant eventjes op, want dan lopen we vast een beetje richting het podium van Carré. Ja. Je komt uit Tilburg, zei je? Ja, en ik kom uit... Mijn vader was een eenvoudige en zeer bescheiden timmerman. Ja. En eigenlijk hoor ik daar, eigenlijk had ik nu een bijna gepensioneerde, wat kromme man moeten zijn met een overal aan, een vanillecheckje in mijn mond. Ja. En de laatste... Maar dat ben je helemaal niet, hè? Nog lang niet. Nee. Dat komt door die gitaar. Ja, 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 dat is mooi toch, dat je heeft gebracht. Ja. Want het is ook zo apart, jullie zijn onlangs dan ook nog onderscheiden met de Edison. Ja. Dat had ook veel eerder moeten gebeuren eigenlijk, ja, hè? Ja, nou ja. Daar ga ik niet over. Nee. 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 Maar je bent nog goed geconserveerd. Ja, nog, dat klinkt dat zo raar. Maar ik vind je nog goed geconserveerd. Dankjewel. Ik geef het je niet. Nee, maar het is ook niet belangrijk. Nee. Het gaat in de eerste plaats hoe je je voelt. Ja. Nou, dat is no way near 65. Ja, dat is eerder helemaal de andere kant op. Ja. Maar vooral als je speelt. En dat is het toch. Als je het geluk hebt en ja, dat zou ik tegen alle ouders met kinderen willen zeggen. Als je bij een kind talent ontdekt om te tekenen of om te dansen of om gitaar te spelen of om te acteren, steun ze. Want er is geen mooier leven dan een spelend leven. Ja. En heb je je eigen zoon ook gesteund daarin? Want hij speelt ook, hè? Ja, hij speelt mee. Dat is een première ook. Ja. Een première. En dat vind ik waanzinnig. Ja. Ik heb hem niet gestimuleerd in de zin van je moet muzikant worden. Maar ik heb wel ervoor gezorgd natuurlijk dat hij de juiste gitaren en de juiste versterkers en zo. En ik vind het fantastisch. Hij heeft het helemaal zelf gedaan. Ja. En, maar wat zit er zeg maar van jou in hem nog? Ja. Dat is heel moeilijk. Oh, ik krijg net inderdaad te horen. Er is inderdaad vanmorgen heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt. Mijn collega Renette Ponsen die staat op Schiphol. En dan schakelen we nu eventjes naar over voor de laatste stand van zaken. Welkom weer terug. U zit hier inderdaad de poster van Doe Maar. Inderdaad, Henny Vrienten is groot geworden door Doe Maar. Wat gek is eigenlijk dat hij daar nooit gitaar speelde, maar uiteindelijk gewoon bassist was. Henny ben ik eventjes kwijt, maar die gaan we elk moment weer vinden. Ja, dat is natuurlijk met live. Henny, ik had het eigenlijk net even overtjes. Je bent groot geworden bij Doe maar daar was je uiteindelijk gewoon bassist. Ja, nou ja, kijk. Gewoon. Dat ik tussen die gitaarjongens mag zitten, wil nog niet zeggen dat ik een goede gitaarjongen ben. Ik ben een gemankeerde gitarist. Maar ik houd zielsveel van dat ding. En ik componeer er alles op. En kijk, ik speel eenvoudig begeleidend gitaar. En weet je, even voor de duidelijkheid, je componeert op de gitaar en uiteindelijk... Of piano. Ja, okay. Maar toch eigenlijk wel het meest op gitaar, vooral liedjes. Ja, en uiteindelijk ga je verder met als bassist dan? Nou ja, als ik speel in een situatie, behalve dan vanavond, dan ben ik bassist. Ja. Alleen vanavond is mijn zoon bassist. Oké. Ik zie dat je die kant op bent. Ja, want dan kunnen we ook eventjes naar het podium toe. Oh, ja. Maar zeg maar, de voorliefde voor de gitaar, die heb je al heel lang.
Ik neem aan ook... ik ben mijn elfde of zo. Ja. Hè? Maar je hebt heel veel gitaren thuis. Ja. En heel veel mensen zeggen altijd... Henny, heb je er niet al genoeg? En dan zeg je eigenlijk... Nee. Jawel, ik heb genoeg. Ja? Behalve die ene. Ja. En die ene... Die, dat is iedere dag weer een nieuwe natuurlijk. Oh, ja. Nee, zo erg is het niet. Ja. Ik denk er zorgvuldig over na. Maar dat houdt namelijk nooit op. Want het mooie van een gitaar... En daarom is dit ook een mooie avond. Is ja. Misschien moeten we gewoon eigenlijk ook even ook een gitaar even zien. Hè? Want we hebben het er natuurlijk ook heel veel over. Ja, en iedereen weet natuurlijk wel hoe een gitaar eruit ziet. Maar ja, het is toch wel mooi om dat eventjes te bewonderen. Het is een echte gitaar. Ja, dit is Frank Huyck van AT5. Met wie heb ik het genoegen? Anton Goudsmit. Ja. Een bekende jazzgitarist. Je zegt het. Maar daar schaar je toch ook onder? Als je wordt uitgenodigd door de bassist, zanger van Doe Maar, dan mag je best wel vereerd zijn met die titel. Ja. En voel je je ook nog een jongen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik vind het ook altijd heel raar als ze u tegen me zeggen. Oké, dan zeggen gewoon je tegen jou. En op het moment dat je uiteindelijk een gitaar op je schoot hebt, wat verandert er dan bij jou als man? Ja, dan is eigenlijk alles, dat is heel normaal voor mij. Dat is wat ik eigenlijk het meeste doe en ook voor mijn plezier nog steeds. Ja. Nog steeds amateur, dus... Ja. Wat dat amateur? Ja, eigenlijk wel. Professioneel amateur. Ja. Nee, ik vind het echt nog steeds hartstikke leuk. Ja. En dit wordt heel, blijf ook eigenlijk altijd nog wel een beetje student of zo. Dus en dit wordt natuurlijk helemaal een super leerzame ervaring, omdat die jongens zoveel expertise allemaal mee hebben. Zeker die wat oudere knarren. En ook ongelofelijke gitaristen zoals Saxioni en zo, waar je echt poef, daar kijk ik nog wel gewoon nog steeds tegenop hoor. Dan zie ik ook Vee hier staan. Ja. Vee, welkom in het programma bij AT5 in de stad. Leuk dat je erbij bent. Wat is jouw aandeel vanavond hier? Ik ben geheim wapen. Ja. Ja. Ik heb een banjo bij me. Ja. Dat is natuurlijk geen gitaar, maar het heeft wel snaren. Ja. En een ukulele. En de cowboys die op de poster te zien zijn, hebben ook allemaal een ukulele vast. Dus er moest een ukulele in. Ja. En ik heb een theremin bij me en nog diverse andere zaken zoals een stem. En die ga ik inzetten als geheim wapen. Ja. Dat is ondertussen geen geheim wapen meer, want heel Nederland weet ondertussen wel hoe mooi je kan zingen. Maar het was af en toe gewoon nodig, omdat Lipstick on Your Collar is iets te hoog voor Jan Akkerman om te zingen. Ja. Dus moest iemand in. En er staan heel veel gitaren en heel veel versterkers. Dus ik vind het ook heel spannend. Ik ben ook heel benieuwd naar wat je hoort als je de zaal in komt. Ja. Ik ga toch heel eventjes naar Henny nog heel eventjes. Ik kom zo weer eventjes bij je terug. Zo, Henny, had je net die gitaar op je schoot. Ja. Wat verandert er dan bij jou? Is het toch heel anders als een kind op je schoot? Ja, dat is wat anders. Ja. Je hoeft toch geen luiers te verschonen en zo. Je hoeft alleen maar nieuwe snaren af en toe op. Was je er eigenlijk ook goed in als man? Ik geloof het wel, ja. Ik heb ruimschoots de kans gehad om te oefenen, want ik heb 5 kinderen. Ja, dan zijn het heel wat luiers, heb je versleten? Ja, heel veel. Ja. Maar we hadden het toch over gitaren, of niet? maar opeens kwam dit zo in me op, ja. Maar het heeft wel iets met elkaar te maken. Ja. Ik zorg goed voor mijn gitaren en ik probeer goed voor mijn kinderen te zorgen. Ja. En al die gitaren die je thuis hebt, hoe etaleer jij die? Ja, etaleren is alsof ze staan er. Kijk, behalve om erop te spelen, heb ik ze ook nodig om naar te kijken. Dus ze staan op een mooi prominent plekje in mijn studio waar ze thuis horen. Want kijk, ik koketteer er een beetje mee en ik chargeer het nu om dit programma natuurlijk. Maar uiteindelijk is het net als de hamer van mijn vader. Het is gewoon gereedschap. Dat klopt. Ik zie inderdaad ook weer een jonge god hier binnenkomen. Wij hebben elkaar wel eens eerder ontmoet. Ja, dat klopt. Ja. Nu weet je weer wie ik ben, hè? Ja, dat weet ik. Nou, leuk dat je er bent. Jij bent inderdaad lekker bezig. Hoe vind jij het eigenlijk om zeg maar tussen deze wat rijpere knarren op te treden? Wat rijpere knarren? Ja, ik wou eerst zeggen oude knarren, maar dat vind ik daar niet zo mooi. Maar je bent wel echt een beetje een vreemde eend in de bijt. Nee, de Benjamin. Oh, de Benjamin. Ja. De jonge gitaargod. En het is mooi om het verschil te laten zien. Je zult het horen ook. Ja. Wat is er verschil? Merk je daar iets in? Dat de wat oudere mannen en jij als jonge Benjamin? Ja, toch wel. Want terwijl ik backstage te snuiven heb, zei hij over hypotheek dingen en zo. En allemaal dingen waar ik echt helemaal niks van snap. Waar ik me ook helemaal niet mee wil bezighouden. Nee, die tijd komt nog. Ja, wie weet. Ja.
Is het, Henny, misschien ook mogelijk, want we staan nu met wat mooie mannen allemaal bij elkaar, dat iemand al iets wat laat horen? Of gooi ik nou iets... Ja, het is nog niet aangesloten. Nee, het is nog niet aangesloten. Alleen een akoestische gitaar doet het altijd. Dat, ja. Dat is het mooie van een akoestische gitaar. Hey, wat was dat? Dit? Ja, ken je dat? Dat lijkt wel. Dat lijkt wel de intro van ABBA. Nee, het is heel goed dat je... Nee. Ja, nee, maar wat je in de tijd dat ik opgroeide, ja? Begonnen alle liedjes met G en A. Oh, Carol, I am but a fool. Hè? Of... The whole is a deal, I kiss you. Allemaal G en E mineur. Wij zijn daar niet vies van. Nee. Maar hoe bijzonder is het eigenlijk dat je al deze mannen zo bij elkaar hebt gekregen, Henny? Ja, ik vind het heel erg bijzonder. En ik heb het, er wordt ook al gezegd, ja, maar die is er niet bij en die is er niet bij en die is er niet bij. En waarom die niet? Maar het is een heel persoonlijk lijstje, want muziek gaat toch over aangeraakt worden. En dit zijn 12 gitaristen. Waar ik sommige die zag ik al toen ik 14 of 15 was, bijvoorbeeld Joris Kooijmans in de Golden Earrings, heette ze toen nog. Ja. Oh, met die S er nog achter. Ja. Ja. En dat zag ik. En die man die was mijlenver van mij verwijderd. En nu blijkt dat we even oud zijn. Dus dat sums het up. Ik kijk tegen hem op. Ik, enorm. Ja. En nog? Ja. En kijkt hij ook nog een beetje tegen jou op? Ik denk het niet. Nee, okay, en dat is heel verstandig van hem. Ja, okay. Dan loop ik eventjes met jou eventjes hier die kant op. Want, ja, met jou. Ja. Kan je dat aan? Ja, hè? Ja, denk ik. Ja. Want dan is dit inderdaad de zaal Carré. Is dit nou jouw vuurdoop hier in Carré? Ja, dat is mijn eerste keer. Mijn Carré ontmaakting. Ja. Wauw. Ja. Dat is mooi. Ja. Het is heel mooi. Ik kan je niet voorstellen hoe die ontmaakting gaat voelen. Rood. Ja. Ja. Ik hoop niet al te bloederig. Nee. En ik denk dat het heel prettig zal zijn. Ja. En dan is Henny Vrienden zeg maar de initiatiefnemer van het geheel. Ja. Keek jij tegen hem op? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit zoveel met Doema gehad. Nee. Mijn moeder was heel erg fan van Doema. Ja. Of is, was. Ja. En dus ik... Ik wist wel dat hij een vriend van Doema was natuurlijk. En ik kreeg op een dag een sms. Ik werd gebeld eigenlijk door een nummer. En ik weet niet, ik was met iets bezig, dus ik drukte weg. En toen kreeg ik een sms'je van Henny of ik mee wilde doen. En toen was het iets van, En dan sta je dan allemaal tussen die 12 collega's van je. Want voelt het ook een beetje als een soort verbroedering? Nee, dat is echt een hevige strijd gaande. Constant eigenlijk. Dat is echt een heftige concurrentiestrijd. Ja. Ja, wie is de beste? Er wordt ook gevochten backstage. Ja. Oeh, kijk maar uit, hè. Ja. Jij bent de jongste BMW, dus dat kan toch allemaal. Ik heb wel de dunste armpjes, dus ik maak niet veel kans. Nee. Ik eens kijken of ik Velofsky nog eventjes daar kan vinden. Even kijken, Even kijken, wat kan ik die vinden? Daar is ze. Oh ja. Vee? Is het nog mogelijk om iets te horen van jou? Er is nog niks aangesloten. Okay. Ik heb een ukulele. Ja. Ik heb een banjo. Maar met een ukulele kom je altijd wel een end mee weg, hè? Vooral met bloemetjes en een cowboyhoed. Die heb ik dus nu niet, maar... Wat weet je eigenlijk al welk nummer je vanavond gaat doen? Ik doe mee met Rudy de Kweljoe op ukulele. Dat is dus mooi, pure krontjong. En dat is, ik heb het idee dat het onofficiële volkslied van Ambon is. Het zijn hele gecompliceerde woorden, want het is allemaal in het Indonesisch. Ja. En dat spreek ik niet, maar ik hoop dat ik ze goed uit mijn hoofd geleerd heb. Het is me ook gelukt destijds om Japans te leren op die manier. En dan is het een groot heimweelied naar Ambon. Ja. Ja. En dat Japans leren destijds, ging je dat makkelijk af? Je moet gewoon vaak genoeg naar iets luisteren en dan wordt het muziek. Ja. Dus dan... En als je dan later een Japaner tegenkomt, dan kun je vragen of wat je nou eigenlijk zingt. Ah. Ja. Maar dat zijn mooie verhalen. Ja. Maar dit is dit, ja. Holy Seal heet het. En ja, ik heb het gevoel dat ook iedere Nederlander van Ambonese afkomst of Ambonese van die toevallig in Nederland woont, dat hij dat kent. Ja, dus, ja. Zou je nu iets eventjes zo geïmproviseerd voor ons kunnen doen? Ja. Het liedje gaat ongeveer zo. Ik hoop dat ik het goed heb, want ik heb nu geen tekst voor mijn hoofd.
me see you. Heel doel, hè? Sayang Dalila. Nee, Ladilale. Ladilale. Niet Dalilale, dat is anders. Oh dear. Daar staat Pablo. De andere kant van. Apotempo. Van de palm, jij ook? Ja, met het zonnetje erbij. Ingat Ambon. Daar heb je Ambon. Tana Yangu Chinta. Lagi Ibu. Bapa dan Saudara. Wat het betekent, ja, heimwee, 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 heimwee. Ja. Dus ja. Ja. Nou, prachtig eventjes dat je dat zo deed. Henny, als ik jou nog eventjes wat kan vragen over... Het zijn voornamelijk mannen nu allemaal die hier staan. Wat vind je eigenlijk van vrouw op een gitaar? Ja, ik vind het een beetje... maar goed, we hebben het niet over vee, want die valt overal buiten. Die ontstijgt dat. Maar ik vind een vrouw met een kijk... Een man knapt ervan op van een gitaar. Oh, is dat zo? Ja, je pakt de gitaar en dan zie je er beter uit. Want iedereen kijkt een beetje naar die gitaar en je kunt je buik erachter verstoppen. Dus ja, ja. Is gewoon helemaal goed. Ja. Bij een vrouw is het helemaal niet nodig. Een vrouw is al een mooi wezen. Dus dan is het dubbel op. En het is ook niet zo'n... Er zijn natuurlijk prachtige singer-songwriters. En er is Connie van Binsbergen en er is Bonnie Raitt. Dus het gaat nooit op zoals er nooit iets echt op gaat. Maar eigenlijk... Is het toch echt een jongensding? Ja, ja. Wat worden mannen er ook stoerder van? Ja, ja. Nou ja, stoer is ook niet wat je zoekt, hè. Er zijn mensen die zoeken stoer en die worden stoer. Maar er zijn ook mensen die zoeken breekbaarheid of kwetsbaarheid of emotie. Dat is het mooie van die gitaar. Het is een plank met 6 snaren. Maar iedereen, overal ter wereld... Ik denk dat Nederland 80.000 gitaristen heeft. Iedereen doet er wat anders mee. Ja. En dat is het mooie ervan. Dan ga je nog even naar de jonge Benjamin. Wat zoek jij eigenlijk? Zoek jij de breekbaarheid of zoek jij de emotie? Of zoek je heel wat anders? Ja, wel de emotie en ook het moment of zo. De passie op het moment. Dat vind ik iets heel moois, ja. Gitaarspelen. Dat het niet altijd hetzelfde is, maar dat het iets... is wat de hele tijd veranderd. Ja. En kan je op elke gitaar spelen wat je wil? Ja. Oké, okay, want is bijvoorbeeld de ene gitaar, is dat te min voor je? Of? Nee, ja, er zijn gitaren die mijn voorkeur hebben. Ja. En er zijn heel veel gitaren die ik heel lelijk vind. Qua ook wel hoe ze klinken of zo, maar ook hoe ze eruit zien of zo. Maar ja, wat is bijvoorbeeld een lelijke gitaar? Zie je nu hier iets in lelijke gitaar staan? Of, Nee. Wat? Laat eens zien. Dit? Kijk, een banjo is no-go voor een gitaar, jongen, vind ik. Ja. Ik vind het wel mooi. Oh, ja. Jij vindt het wel weer mooi. Ja, dat smaken verschillen inderdaad. Nee, er staan niet echt lelijke gitaren in deze plek. Ja, nee. En je eigen gitaar, die heb je al bij je? Ja. Ja, weet ik niet. Die heb ik hier laten staan vannacht. Dus ik hoop dat die niet is gestolen. Oh. Het zal wel niet. Maar ik weet niet waar die wel is. Ik weet niet wel. Moet je toch heel erg bewaken? Ja. Ik geloof wel dat het goed gaat hier. Hè? Ja, ik geloof wel dat het goed gaat. Ik kan ook niet overal druk om maken. En hoeveel gitaren heb je eigenlijk thuis? 12 of zo. Oké. Okay. Of niet zoveel. Ik heb er een paar verkocht. Ik denk 10 of 9. Ja, want Henny die heeft er gewoon ongeveer 50. Is dat niet een beetje veel? Ja, ik ben ook pas 21. Ja. Ik denk als ik Henny's leeftijd heb, dan heb ik er 51. Ja. Hij heeft er pas 12. Denk je dat hij uiteindelijk, als hij bijvoorbeeld jouw leeftijd heeft, misschien ook wel 50 gitaar in huis heeft? Hij heeft niet veel nodig, want hij kan spelen als een god. En ik heb er heel veel nodig om altijd te zoeken naar... maar ik heb nog iets voor Amsterdam, wat ik wil zeggen. Ja? Op het affiche staat Ilko Gelling. En Ilko Gelling is, zeg maar, de vleesgeworden legende op de gitaar van Cubby and the Blizzards. Is verdwenen uit de samenleving. En of hij zou komen, en toen weer niet, en toen weer wel, en toen weer niet, en toen weer wel. Maar vanavond staat er, behalve Pablo, staat er ook Ilko,
Eelco fucking Gelling op het podium. Ja. Dat is een hele bijzonderheid. Voor mij is dat echt waanzinnig. Henny, we zijn bijna door onze tijd heen. Zijn er nog kaarten? Ik kan gaan werken. Ja. Er zijn nog een paar kaartjes. 4, 5, 6, 20. Ik weet. Een beetje in de nok van Carré, hè? Ja. Ik wens jou een hele mooie avond. Volgens mij is het een hele bijzondere avond. Waar jij volgens mij heel veel zin in hebt. En mensen die denken, ik wil er nog langskomen. Er zijn nog een paar kaarten. Dit was weer een aflevering van In de Stad. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Misschien zijn er wel heel veel kaarten, maar kijk.